Nou. Ja, het gaat allemaal gesmeerd vanavond. Ja. Oh, die zit er goed in. Heerlijk. Zal door de poes komen, ik bedoel de kater. Ja. We gaan even kijken naar de weekend update, de headlines uit cultureel en uitgaans Nijmegen. Wat een mooi woord eigenlijk. Ja, dat is mooi. Ja. Trouwens, voordat ik dat ga doen, misschien even alvast goed om te zeggen dat over een kwartiertje hebben wij weer een heel leuk drankspel. Wil je er nou aan meedoen, zet dan alvast wat shotjes klaar. Om precies te zijn, 25 shotjes heb je nodig. Succes! Goed, de weekend update. Het was een aantal weken geleden een best wel een grote teleurstelling. Geen Vierdaagse en geen Vierdaagse feesten dit jaar. Nou ja, zo'n belangrijke week in Nijmegen mag natuurlijk niet zomaar voorbij gaan. En daarom is er nu een app ontwikkeld voor de week van de Vierdaagse feesten. Aan de hand van clues en hints kun je in de week van de Vierdaagse feesten raadsels oplossen over de stad. Gewoon echt in de stad zelf, dus je gaat overal naartoe. Even kijken, ik ben het even kwijt. Elke dag van de week zijn er 6 nieuwe raadsels op te lossen. En ben je heel snel daarmee, dan kun je zelfs punten scoren en gaan voor de dagwinst. Nou, wat kun je daarmee winnen dan? Dat staat er niet bij. Dus dat zou wel niet heel veel zijn. Maar ja, het is in ieder geval leuk. Je hebt wat te doen in de Vierdaagse Week. Ja. Dan, voor wie toch liever een optreden bezoekt in de week van de Vierdaagse Feesten, die er dus niet zijn, is er wel goed nieuws. Tijdens deze week haalt Hotel de Wolfsberg in Groesbeek 4 topartiesten naar Groesbeek. Oeh. Tenminste, zo noemen zij het, topartiesten. Topartiesten, maar de Wolfsberg is toch altijd tribute? Nee, maar deze keer niet. Okay. Nee, ze gaan echt optredens verzorgen. 4 dagen lang spelen enkele van de beste zangers en zangeressen van Nederlandse bodem een live set voor een select gezelschap. Dat is van 21 juli op een dinsdag tot en met vrijdag 24 juli. Ze hebben een groot opgezet terras. Mensen kunnen lunchen, dineren, borrelen tijdens die concerten. Het zijn meerdere etappes, zeg maar. Ja. En het gaat om 4 artiesten dus. O'Gene, Ellen Clark, Glennis Grace en Xander de Bousonnier. Oh, yes. Ja, dus eigenlijk 2 topartiesten en 2 artiesten. Goed, tot slot. Voor bezoekers aan de Nijmeegse Waalstrandjes is er veel onduidelijkheid rondom de situatie rondom de Ooipoort. Dat is een gekke bruggetje aan de oostkant van de Waalbrug waarmee je naar de verder gelegen strandjes kunt gaan. Een brug die is al een tijdje afgesloten. En hoewel er wel veel strandgassen te zien zijn in de verte. Dus vandaar die verwarring ook. Van hoe kom je daar dan? Nou, wat blijkt? Het bruggetje is buiten gebruik omdat deze te smal is om 1,5 meter afstand te kunnen houden van tegenliggend verkeer. De strandjes mogen wel bezocht worden, maar dan via de uiterwaarden. Dus vanaf de Waalbrug volg je dan de grote weg richting het oosten. Bij het Hollands-Duits Gemaal ga je linksaf. En vanaf die weg kun je dan door het weiland heen naar de strandjes. Er zijn er wel steeds mensen die over de afzetting heen klimmen van het bruggetje. Om zo toch de brug over te gaan, want ja, de kortste route. Mm-hmm. Doe dat vooral niet, want de boa's zijn hier ook van op de hoogte. En die surveilleren daar veel op. En dat wil je niet, want dan heb je een boetje aan je broek hangen. Dat klopt, dat wil je niet. Nee, geen zin in.